welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer een heleboel nieuwe make-up testen van het merk De Balm. De Balm was jaren geleden echt best wel populair. Maar nu is dat echt al een hele lange tijd niet echt meer. Je hoort niet echt meer iets van De Balm. Het was gewoon altijd gewoon nog te koop. Maar ja, zover ik weet was het niet echt meer een heel populair merk. Ik zag mensen het niet echt meer gebruiken. Nou, willen ze denk ik een beetje een comeback maken. Want De Balm is nou te koop bij de Kruidvat. En daarom heb ik een aantal producten van dit merk ontvangen in PR. En ik dacht, laat ik een hele video maken hierover en deze make-up gaan testen. Voor het geval je het al hebt gezien en erover aan het nadenken bent om het te kopen. De Balm is ook niet een heel betaalbaar merk ofzo. Ondanks het feit dat het er nu is bij de Kruidvat, is het alsnog niet heel goedkoop. Het is ook niet super duur, maar het is een beetje in de middencategorie, zeg maar. Dus ja, het is het zeker wel waard om eventjes eerst deze video te bekijken voordat je al je geld eraan gaat opmaken. Een aantal producten heb ik al gebruikt, omdat ik die gewoon al heel lang terug heb gehaald of whatever. Maar het meeste is voor mij ook gewoon nog helemaal nieuw. De Balm is qua verpakkingen echt ook een heel leuk merk. Veel kleurtjes, veel plaatjes. Alles heeft ook een beetje een jaren 60 vibes. En dat vind ik allemaal heel erg leuk. Dus ik ben echt super benieuwd. Laten we gewoon snel beginnen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Oké, zoals je kunt zien heb ik al wat make-up op. Foundation, concealer en poeder. En that's it, want daarvoor heb ik niks nieuws. En we gaan vandaag beginnen met, ik denk gewoon met de ogen. En ik heb hier een nieuw oogschaduwpaletje. Dit is het The Balm and the Beautiful Eyeshadow Palette. Deze verpakking is zo cute. Hier zo'n vrouw en een man. En zoals je kunt zien is het allemaal een beetje oldschool van vroeger. En dat vind ik heel leuk. Het paletje heeft precies dezelfde verpakking als de buitenste verpakking. En wat ik ook echt top vind hieraan is dat je de verpakking gewoon kunt recyclen. Hierachter zie je zo van dit soort kleine gaatjes. En als je die zo indrukt, dan druk je de oogschaduw eruit. En als je ze er dus gewoon allemaal uitdrukt, dan is de verpakking gewoon te recyclen. Dus dat is echt top. En dit is dan de inhoud. Je krijgt 8 prachtige neutrale kleurtjes. Dit ziet er allemaal super cute uit. Elke kleur heeft een naam. En de achtergrond bij die kleur heeft iets te maken met die naam. Dus dat is wel echt super cute gedaan. En het is ook uniek. Ik heb nog nooit zo'n soort paletje gezien. De kleuren zijn niet echt spectaculair. Gewoon een beetje bruinige kleurtjes. Niet echt dat je denkt, wauw. Het is ook niet het meest betaalbare paletje. €36 voor slechts 8 kleuren. Is een beetje duur. Dus ik ben heel benieuwd naar de kwaliteit. Ik hoop gewoon dat het echt goed gaat zijn. Dus laten we gewoon hiermee een lookje gaan maken. Laten we inzoomen op de ogen. Oké, we zijn ingezoomd. Nu kunnen jullie alles beter zien. Ik heb al geprimed met concealer. Ik ga gewoon vandaag voor een hele nude everyday lookje. Ik ga beginnen met de bruine matte kleur hier. Die heet Makeup Artist. Is echt een perfecte transitiekleur. Dan met mijn Zoeva 228 Fluffy Quads breng ik die kleur aan in mijn hele arcaarboog. Dan pak ik de donkerbruine matte kleur hier, die heet Cliffhanger. En die kleur breng ik een beetje aan hier zo in de hoek. Nou, ik heb niet al te veel aangebracht van die kleur, want ik wil het allemaal wel een beetje licht houden. Maar deze twee matte kleuren zijn echt al geweldig. Goed gepigmenteerd en ze blenden echt in als boter. Ze blenden zo makkelijk. Dan pak ik weer die iets lichtere bruine kleur van net en dan ga ik weer een klein beetje zo over de randen. En dan pak ik deze hele lichte matte kleur, die heet Chick Flick. En met die kleur ga ik dan ook een klein beetje over de randen, maar echt maar een heel klein beetje. Oké, de twee matte kleuren die ik nou hier heb aangebracht, ga ik ook aanbrengen op de onderste wimperrand. Dan ga ik in met de glanzende kleur hier, die heet Red Carpet. En ik maak mijn kwast nat met fixing spray, want dan wordt de glanzende kleur wat heftiger. En die kleur breng ik dan aan over mijn ooglid. Deze kleur is echt super duper mooi. Heel mooi goud. Er is niet heel veel glans of zo, maar het is wel heel mooi. Dan weer een klein beetje blenden bij de randen. Dan pak ik de lichte roze glanzende kleur hier, die heet Autograph. En die kleur wil ik dan zo hier aanbrengen in de binnenste ooghoek om het te verlichten. Oeh, die kleur is echt heel mooi. I love it. Nou, deze ooglook is echt heel erg mooi geworden. Het is niet echt spectaculair. Ook de kleuren. Het is niet allemaal dat je echt denkt, wauw, of hele heftige glanzende kleuren. Het is gewoon echt een heel nude
everyday, alledaags, toned down paletje. Dus daar is hij echt ideaal voor. Qua kwaliteit vind ik hem ook echt heel erg goed. Dan ga ik nou in met eyeliner. Dit is de Balm Swing Black Liquid Eyeliner. En dit is dan hoe hij eruit ziet. Gewoon zo heel smal, lang en zwart. En dan onderaan heb je een leuke verpakkingje. Deze verpakking is ook echt weer super leuk. I love it. Hier heb je zo drie vrouwtjes. Hier heb je de kont van een man. Dus dit is echt heel leuk gedaan. Het lijkt gewoon echt op een hele cliché black liquid eyeliner. Laten we even kijken hoe die eruit ziet. Ja, het is gewoon echt heel cliché. Kijk dit. Dit is gewoon ja, wat je gewoon hiervan zou verwachten. Ik ga even hiermee een wing maken. Ik vind het altijd belangrijk dat hij goed zwart is en mat opdroogt. Nou jongens, dit ging echt top. Hij is goed zwart, hij droogt ook mat op. Hier is hij nog een beetje aan het opdrogen, maar hier is hij al volgens mij bijna helemaal droog. Zoals je kunt zien, heel mooi mat. Ik vind ook de applicator echt gewoon heel erg fijn. I like it. Tot nu toe gaat het echt goed. Deze is echt fijn. Oké, ik heb voor de rest niks van de balm voor de ogen. Dus ik ga even mascara aanbrengen, nep wimpers en dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, mijn ooglook is helemaal af. I love it. Dit is echt een super mooie everyday dagelijkse make-up look. De wimpers die ik op heb zijn van de Primark in de stijl 709. Dit zijn mijn go-to everyday wimpers. Ik vind ze echt prachtig. En ik heb een nude potloodje aangebracht in mijn onderste waterlijn, zoals je kunt zien. En een beetje mascara op de onderste wimpers. Dus de ooglook is helemaal af. We gaan verder met bronzer. Dit is de Balm Bahama Mama Bronzer in de kleur Localization Missing. En de verpakking van de bronzer is weer identiek aan de buitenste verpakking. Super cute bronzer. Hier zat hij dus in. Ik heb hem hier uitgehaald. Hij is best wel klein, dus ideaal voor mee op reis. En dit is gewoon echt de full size. En je hebt hem in volgens mij twee kleuren. En dit is dan de inhoud. Een hele mooie, beetje cool toon bruine matte kleur. En we krijgen een spiegel. Dit is echt ideaal voor op reis. I love it. Ook die spiegel zo. Je kunt alles echt heel goed zien. Ik ben heel benieuwd. De kleur lijkt wel oké te zijn voor mij. Ik persoonlijk hou altijd van een warme bronzer. En dit is niet echt warm. Dit is meer koud. Maar laten we het gewoon aanbrengen en kijken wat er gebeurt. I love it. Hele mooie bronzer. Ik vind hem echt heel mooi. Hij is ook echt perfect met mijn huidskleur. Helaas heb je hem alleen niet echt in heel veel kleuren. By the way, de balm is ook gewoon online te koop bij Douglas. Mocht je het gewoon online willen bestellen. En ik denk dan ook gewoon bij de Kruidvat online. Maar deze bronzer is echt best wel mooi. Kijk wat voor een mooie bruine gloed het hier zo geeft. Heel mooi. Ook zo hier bij mijn voorhoofd. I like it. Heel mooi. Het doet me een beetje denken aan de Benefit Hoola bronzer. Dan ga ik verder met blush. Ik heb hier de Balm The Day Series Blush. En ook weer hier is de verpakking identiek aan de buitenste verpakking. En je ziet een vrouw en een man zogenaamd op een date. Ook weer super cute. Kijk dit. Dit is echt zo'n old school date van in de jaren 60. I love it. Het lijkt heel veel op die bronzer qua verpakking. Even groot, et cetera. En dit is dan de inhoud. Een hele mooie matte blush in de kleur It's a Date. Deze kleur lijkt me echt geweldig. Vooral met mijn huidskleur. En ik hou van matte blushes. I love it. En deze verpakking is ook weer recyclebaar. Ook weer hier zie je zo'n gat. En dan als je dit zo indrukt, dan valt de blush eruit. En dan heb je gewoon alleen nog het karton over. Ik vind het echt top dat de hele lijn Clean Beauty is. Nou, laten we de blush gaan aanbrengen. Nou, ook deze blush is echt top. Gaat er vandaag iets zijn wat ik niet fijn vind? Ook de blush is qua kleur echt perfect voor een everyday look. Het is niet too much zoals je kunt zien, maar je ziet wel zo'n vleugje kleur. Heel erg mooi. Er is ook niet te veel pigment, dus je brengt niet heel snel te veel aan, want dan lijk je al heel snel op een clown. I love it. Heel erg mooi. Super mooi. Next up is highlighter. Dit is de Balm Mary Lou Manizer Highlighter. Deze heb je in volgens mij drie kleuren en precies deze heb ik al ooit gehad, dus ik weet al wat ik ervan vind en ik vind hem echt fijn. Dit is dan hoe hij eruit ziet. Een ronde verpakking en een blonde vrouw die zogenaamd is opgepakt door de politie. En de inhoud is echt super mooi. Een hele mooie lichte champagne. Je glanzende kleur en je krijgt ook weer een spiegel. Ook weer ideaal voor op reis. Deze is super duper mooi. Niet te heftig, maar ook weer niet te licht. De kleur is wel een beetje aan de lichte kant. Voor mijn huiskleur vond ik hem altijd een tikje te licht, maar nog wel gewoon oké. Oké, hij is heftiger dan dat ik mij herinnerde. Maar voor mij is dat wel gewoon oké. Ik hou wel van een beetje een heftige glow. Zoals je kunt zien, een tikkietje te licht voor mij. Maar als je een iets lichtere huidskleur hebt dan ik, dan gaat hij echt ideaal zijn met jouw huidskleur. Hij is echt super mooi. Kijk even die glow.
Hij is wel heftig, dus let daar wel mee op. En dan als laatste iets voor de lippen. Dit is de Balm Meet Matte Hue Lipstick. Dit is een matte liquid lipstick in de kleur Charming. De verpakking is ook weer echt super leuk gedaan. En dit is dus een matte liquid lipstick. Deze heb ik al één keer aangebracht en hij is super duper fijn. Het is een super mooie kleur en hij droogt echt dus helemaal mat op. Maar hij droogt je lippen niet uit en hij voelt heel licht gewicht op je lippen. Hij is niet zo zwaar op de lippen, als je begrijpt wat ik bedoel. I love it. En vooral ik, omdat ik droge lippen heb, vind ik het vreselijk als iets te mat is. En dat is hij totaal niet. Hij voelt super fijn op de lippen. Hij ruikt ook heerlijk naar mint. Heeft echt zo'n mintgeur. Even een beetje laten opdrogen nog. Kijk die kleur hoe mooi. I love it. Ik moet wel zeggen, op de website, het lijkt alsof die kleur donkerder is dan dat hij echt is. Zie je het verschil? Kijk, dit is precies de kleur die ik heb. Hij lijkt op de site echt super donker. Dus let daar wel op. Ik vind het altijd vreselijk als de kleur op de site niet overeenkomt met de echte kleur. Want dat is dan gewoon echt wat je verwacht. En als ik dit zo zie, dan had ik eigenlijk een iets donkerdere kleur verwacht. Dus mocht je hem bestellen online, let dus op. De kleuren zijn iets lichter. Oké, nou is hij wel helemaal droog. Echt fantastisch, super mooi. Deze hele look is echt amazing. Ik ben echt obsessed. Helaas ga ik vandaag niks doen, maar misschien dat ik gewoon iets ga forceren of zo. Nou, ik ga nog eventjes wat fixing spray aanbrengen en dan zal ik jullie mijn eindmening vertellen. Oké, jongens, dit was het dan voor vandaag. Deze video ging echt zoveel beter dan dat ik had verwacht. Er zat letterlijk niks bij wat ik echt vreselijk vind. Ik zal eventjes nog vliegensvlug vertellen wat ik nou van alles vind. En ik zal beginnen met het oogschaduwpaletje. De kleuren zijn dus heel erg nude. Het is niet echt een wow paletje. Dus als je echt op zoek bent naar een heftig wow factor, dan gaat dit het niet zijn voor jou. Maar als je gewoon op zoek bent naar een kwalitatief goed everyday paletje met dit soort kleuren, dan is hij echt ideaal, want de kwaliteit is echt goed. Goede pigment en het blendt echt fantastisch in. Ik vind het echt super duper goed. Alleen nogmaals, het heeft niet echt een wow factor of zo. De bronzer vind ik ook heel erg mooi. Zoals je kunt zien heeft hij mijn gezicht heel mooi gebronsd zonder echt zo too much te zijn. De highlighter is wel too much. Het is echt een hele heftige glow. Daar moet je wel van houden. Ik persoonlijk vind het wel heel erg mooi, ondanks dat hij een tikketje te licht is. Deze liquid eyeliner ook super. Kijk hoe mooi zwart en mat en hij werkt super goed mee. I love it. De blush vind ik ook heel mooi. Een hele mooie matte everyday blush. Fantastisch. En de matte liquid lipstick vind ik ook fijn. De kleur vind ik heel mooi. Maar ook gewoon de formule is heel lichtgewicht en heel mooi mat. Amazing. Dus letterlijk elk product vind ik gewoon echt goed. Ik had het niet verwacht. Maar ja, dat is gewoon echt mijn oprechte mening. Ik ben echt heel blij met dit resultaat. En ik raad dus echt alles aan wat ik vandaag heb gebruikt. Laat me ook weten wat jij vindt van de collectie. Ben je net zo enthousiast als ik? Kom lekker kletsen met mij beneden in de reacties. Alles is dus gewoon te koop bij de Kruidvat en ook bij de Douglas. En ik zal ook in de beschrijving beneden plaatsen wat ik allemaal heb gebruikt vandaag. Oh, ik ben echt zo enthousiast. I love it. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!